Zang wat! Welkom bij Radio Republiek. We gaan bellen aannemen. Wie heb ik aan de lijn? Goedemorgen, meneer Kra. U spreekt met juf Josine van de kinderdagverblijf van uw kleinzoon Sergio. Ja, remstop. Voordat je verder gaat. Dat kading is om elkaar, hoor. Heb je begrepen? Ja? Je adresseert jezelf niet met titel en voornaam. Huh? Zeg eenvoudig, Josine. Het is omdat je naar de universiteit bent gegaan, heb je recht om met grondgedrag op me te komen. Wat doet je? Oh, pardon, pardon, Omukra. Wat is met mijn kleinkind? Ik bel omdat uw kleinzoon een BB-dag heeft. BB-dag? Zo vroeg. Eet jullie zwaar op de dag? Eten? Ik heb het niet over eten, Omukra. Uw kleinzoon heeft een boze buidag. Een boze buidag? Is iets nieuws? Ik denk je praat over rijst met bruine bonen. Nee, dat gaat niet zo lekker in de klas vandaag. En het is beter als Sergio wordt opgehaald. Opgehaald? Van waar? Van het kinderdagverblijf. Waarom stoor je me? Waarom stoor je me met deze rotzooi? Waarom bel je zijn ouders niet, zijn moeder of vader? Ja, sorry. Dat heb ik geprobeerd. Maar die nemen beide hun telefoon niet op. Oh, en dan bel je mij? Ja, u staat als derde contactpersoon op de bellijst. Josien. Ja? Ik trek in dit gesprek even aan die kaandrem. Zijn we aan het begin van het gesprek niet begonnen met te groeten met goedemorgen? Josien. Heeft een van je pols een horloge? Ja. Josien, lees me de tijd op van die goedkope ketchup horloge van je. Het is 10:15. Ah, zie je wat het probleem is? Nee, wat is het, wat is het probleem, Omukra? Lupa Kaja. Josien. Ja. Mijn kleinzoon. Ja. Hij is net 5 kwartier geleden afgezet door de kinderdagverblijf. Ja. En je kan me nu vertellen dat je geen controle hebt over een klas van kinderen van 5 jaar oud? Je hindert me kageest en dat nog voor 12:00 middags. Maar ik kon echt niet tot hem doordringen. Josie, waar is mijn kleinkind nu? Hij zit in de hoek. Heb je gezegd dat je me gaat bellen om uw kraak? Ja, hij heeft gesmeekt dat ik dat niet ging doen. Wenno? Maar toen was het al te laat. Oh, te laat. Ja, afspraak is afspraak, leren we hier op school. Oh, ja, oké. Hier ook thuis, ja. Ja, hij riep nog iets na toen hij naar de telefoon liep. Wat heeft hij gezegd? En het leek op iets in het Surinaams. Hij is 5 jaar oud, maar kan toch aardig een woordje Surinaam spreken, heb ik begrepen. Wat heeft hij gezegd? Ja, zoiets van Josin no karmi omukong na yukasak. Maar wat betekent dat? Ah, wat betekent het? Vergeet wat het betekent. Wat doet mijn kleinzoon nu? Ah, ik geloof mijn ogen niet. Hij leest zelfstandig uit de Bijbel. Maar wat betekent wat hij zei? Wat betekent? Over 10 minuten ben ik op school. Dan zal je van bewijs van demonstratie laten zien wat het betekent. Je zin van mijn bosje, you back. Hoe is het met die zwakbegaven, halve ruggengraat, couveuse baby, juffrouws en meesters tegenwoordig die voor de klas staan? Windkracht 2 en de wilskracht is weggewaaid. Als ouders vertegenwoordig niets anders te doen hebben om de hele dag de telefoon op te nemen voor elk wissel wat je wordt gebeld. Jullie moeten ruggengraat krijgen voor de klas daar. Boy, in Suriname. Suriname was een ander soort systeem. Boy, gaan we naar die kastschool gaan om korting te maken met mevrouw Josine. Josie van Mokko, Josie Wasani.